De Gramang der Paramakaners, Jozef Forster, is het afgelopen weekend groots ontvangen te Albina. De Gramang is door de Paramakaanse gemeenschap gekozen op 21 februari eerder dit jaar en zal volgens traditie geïnstalleerd en beëdigd worden door de president van Suriname. Zoals u daar achter me ziet, staan we te Mungo Tapu in het district Marowena. Wij komen vanuit Albina, waar wij een bezoek hebben gebracht aan DC Hunswijk en DC Yabini, die de Gramang van de Paramakaanse gemeenschap hebben ontvangen. Zij maken nu een kleine rondleiding in Mungo Tapu en daarna rijden ze door naar Mungo. Wij konden u de hele rit, want het moest alles in rap tempo gebeuren, konden wij u niet laten zien. Maar wij hopen dan straks ook nog een interview te hebben met beide DC's alvorens zij naar de stad gaan. De Gramang is verwelkomd door de districtscommissarissen Clyde Hunswijk van Marowijnen Noordoost en Osea Bini van Pamaka en door verschillende dorpsbewoners. De Gramang heeft daarop een kort beleefdheidsbezoek gebracht aan DC Hunswijk. De stoet vertrok vervolgens naar het dorp Mungo Tapu om het plaatselijke traditioneel gezag een bezoek te brengen. Ik ben maar een feestje. Ik heb een feestje. Ik heb een feestje. Dan ben ik commissaris. Ik heb een feestje. Ik heb een feestje. Ik heb een feestje. En ik heb een feestje. Ik heb een feestje. Ik heb een feestje. Dat is hoe ik het doe. Want ik heb een feestje. Die lantje pik ik me. Ik heb een feestje. Ik heb een foto. Ik heb een feestje. Da noa woko woko pa maka bikaifu wabi wan gaman an weli kosi da ana umando woko fe ana sono weda ukoya ke lanti fu kote ka akonde masa fu chengwa foto fu gan lanti sa weli kosi gen ente ayudo dam sabita ki wabi wan wale speki konde masa aini pamaka. En ook om een kandifu a gaman anga adeze, a belangrijk. Omdat ook om een kandifu cha bungi pamaka. En dat is make you for welcome a lespeki konde masafu. En we doen alle umuitifu, hisanisa wakabun, taki de veli kosigen. En te ayudo fagwa pamaka, taki asa. Begin a walk of in sa amu woko. Da we begi gado meki agen koni anga gosontu anga langa libi fu a asadwa walk of in. Dan tapu de fosi. Het is traditiegetrouw dat een Gramang, wanneer hij vanuit zijn gebied naar Paramaribo vertrekt, hij de omliggende dorpen een bezoek brengt, zegt DC Yabini. Hij gaat verder aan, Albina de laatste stop was van de Paramakaanse delegatie, alvorens deze richting Paramaribo vertrok. Traditioneel geweest, wanneer een Gramang beëdigd wordt, stopt hij altijd bij het dorp Mungo Tapu om het traditioneel gezag daar te groeten. En daarna trekken ze door naar de residentie, dus waar de Gramang gaat logeren. Dus nu brengen we de Gramang naar zijn residentie. Dit is de hoeveelste Gramang van de Paramakaners die wordt beëdigd? Als ik me niet vergis is het de 9e die beëdigd wordt. Misschien zijn er in het verleden anderen die niet eigenlijk geregistreerd zijn, maar wat ik weet is het de 9e. Maar u weet, een grama is sinds de tijd van de slavernij, dus je kan niet allemaal uit het hoofd. Een grama is voor leven lang. Zodra een grama benoemd is, beëdigd wordt, is het tot de dood en dan pas krijg je weer een andere grama. En rond welke periode denkt u dat hij een bezoek kan brengen aan de president en de vicepresident? Ik denk na de beëdiging. Meestal na de beëdiging dan wordt er een afspraak gemaakt voor de Gramang om de vicepresident of de president te groeten of een onderhoud te hebben met de staatshoofden. DC Osei Yabini van Pamaka. Wij spraken hem afgelopen weekend tijdens ontvangst en begeleiding naar Paramaribo van de Gramang der Paramakaners Jozef Forster. Het stamhoofd van de Pamaka wordt aanstaande zaterdag beëdigd en geïnstalleerd door president Santokki.